Een veilige en makkelijke manier om mollen doeltreffend te verjagen is door het gebruik van deze machine. Ze vult de gangen met rook, waardoor de mol vervolgens bewusteloos valt en uiteindelijk stikt. De geur van de kadavers blijft onder de grond, waardoor nieuwe inwoners, zoals mollen en woelratten, niet opnieuw de plaats innemen van de huidige mol. Zo, de mollen en het andere ondergrondsongedierte hebben nu geen schijn van kans meer. Maar onthoud wel dat het territorium groter is en dat je daarom de machine dient te verplaatsen om de 100 vierkante meter.